Suriname, dames en heren, we hebben zo ons best gedaan de situatie onder controle te krijgen en ook gebracht. Ik heb heel veel mensen een positieve bijdrage zien leveren. We gingen daardoor op een weg naar een situatie waarbij we konden zeggen, Suriname heeft het COVID-19-virus vrij goed gecontained. We hebben afgelopen week het wettelijk kader in elkaar gezet om op te treden bij calamiteiten en ons de middelen te geven voor voeding, medicijnen en noodbijstand op weg naar herstel van onze samenleving. We waren bijna zover om ook alle mensen in het buitenland terug te halen. Aan de mensen in het buitenland. Ik weet dat u Suriname mist en dat u graag zo snel mogelijk terugkomt. Maar we hebben de verantwoordelijkheid om alle zaken op orde te zetten, zodat u veilig terugkomt en we de zaak ook hier containen. Maar Barangasa, er is echter een dringende verandering in de situatie opgetreden. De veiligheidsdiensten hebben samen met de virologen alarm geslagen. Over Cervera heeft het gevaar geschetst. Ondanks de sluiting van onze grenzen hebben individuen kans gezien om buiten de controleposten om toch over te steken. De realiteit is dat wij hierdoor acuut aankijken tegen mogelijke duizenden besmette gevallen. We moeten deze situatie met de hoogste staat van paraatheid benaderen. Daarom worden alle maatregelen met nogmaals 14 dagen verlengd. Het hele weekend zullen wij spoedoverleg voeren met de virologen en de ordendiensten en zien welke noodinterventies er nodig zijn qua gezondheidszorg en veiligheid voor ons land. Ik herhaal het weer. Blijft u alsjeblieft thuis. Tanai oso. Respecti den trawang. Respecti yusrevi. Respecti gralanti. Sa aksi uno fu tan farawe fu trawang. No abra liba. Suriname, we zijn in een heel serieuze situatie terechtgekomen. Ons binnenland is in acuut gevaar. Luistert u alsjeblieft, als dit niet werkt, zullen wij anders in het belang van allen de noodtoestand moeten afkondigen in de grensgebieden. Maar herhalen het in Walesi. A heel weekend we discussiëren over een probleem voor Namco in de grensgebieden. Hoe zaptak Ayapok dat is maar besmet. Hoe zaptak Maripa Sola besmet. Hoe zaptak zowel Frans Guyana als Guyana besmet. Dat want taki sma is siki dape. If you abra et abra aliba, mino ab keus, dat je den toegebieden dat die mo kondig een noodtoestand af. Ons zorgsysteem kan een verspreiding niet aan. Wanneer onze broeders en zusters in het binnenland geconfronteerd worden met de uitbraak van het virus, zijn wij te laat. Al werken al onze ziekenhuizen en zorgposten samen. Een uitbraak in ons binnenland zal binnen no time
tot duizenden besmettingen leiden, ook in de stad. Surinamers, meer dan ooit, laten we goed beseffen waarmee we bezig zijn. Het is Goede Vrijdag vandaag, een dag van bezinning. Laten we het werk voortzetten waarbij wij onszelf en onze omgeving veilig houden. Waarbij wij bijdragen aan het stoppen van het virus. Laten we samen bidden. Ik nodig een ieder uit om mee te doen vanuit zijn eigen geloofsovertuiging. Als u dat wilt doen in uw kerk, als u dat wilt doen in uw mandir, als u dat wilt doen in uw moskee, als u dat in uw kamer wilt doen, uiteraard tijdens de gebedsdiensten, zullen wij de nodige regels welke het COVID-team heeft doorgegeven, onverbiddelijk opvolgen. Maar wilt u thuis bidden? Wij vragen u. Wilt u in uw kamer bidden? Wij vragen u. Richt gebed. Wilt u in uw cel waar u zit en waar we hopen dat u snel uit kan bidden? Wilt u in uw quarantainekamer zitten? Bidden. Laten we bidden voor onze doktoren. Laten we bidden voor onze verzorgers en hulpdiensten. Laten we bidden voor onze broeders en zusters in uniform die ons beschermen. Laten we bidden voor wijsheid voor het COVID-management-team. Laten we bidden voor een gezond en harmonieus Suriname. Voor een Suriname waarbij wij genezing zien. Voor een Suriname dat zichzelf herwonnen heeft, dankzij de vele zegeningen van dit land. En laten we bovenal rotsvast vertrouwen op deze gezamenlijke krachtsinspanningen. Sranang Gado Nawifesimang, een gezegend Pasen. Sosolobi.